Welkom, mijn naam is Sandra IJsbrandy en ik ben gek op groenten. Natuurlijk omdat ze gezond zijn en super lekker, maar ook omdat je er zo ontzettend veel mee kan doen en misschien soms net even wat anders dan wat je gewend bent. Bijvoorbeeld met knolselderij. Die kennen we natuurlijk van de erwtensoep, maar je kunt er ook hele lekkere knolselderij shawarma van maken. Ik heb hier een mooi kistje met knolselderij erin. En dan laat ik je nog meer zien wat er in deze knolselderij shawarma gaat. Rode ui. Natuurlijk knoflook. Wat ijsbergsla. En ik heb voor de kruidenyoghurt platte peterselie nodig. Maar dat is voor later zorg. Dit laat ik even liggen. Maar ik begin met de knolselderij. En de knolselderij is eigenlijk een beetje een lelijke groente. Het is niet echt de allerknapste. Maar hij is zo ontzettend lekker. Hij geeft zo smaak aan soepen en sauzen en stoofschotels. Dus onderschat hem niet, die knol. De schil mag eraf. Ja, dat doe je als je een mooi scherp mes hebt eigenlijk heel gemakkelijk. En aan de onderkant, kijk even, want waar die worteltjes hebben gezeten, daar zit ook nog wel eens wat grond. Dus dat moet je iets ruimer wegsnijden. Nou, dan snijd ik deze knolselderij in vieren. En die knolselderij, dat is echt een mooie harde groente. Dus ik heb hier al een pan op staan. Die kun je heel gemakkelijk roerbakken. Dus dat is wat ik ermee ga doen. En eigenlijk benader je dan dus een beetje het vlees. Of die reepjes vlees die je normaal in de shawarma hebt. Nou, dat wordt dus nu knolselderij. Raspen op de blokrasp. Dat raspen doe je dus op de grove kant van de blokrasp. Die mag in de kom. Want die knolselderij die moet je natuurlijk op smaak brengen. Dat moet een shawarma worden. En wat heb je dan nodig? Shawarma kruiden. Nou, en die gaan we zelf maken. Een hele kom vol geraspte knolselderij. Wat gaat daar zo doorheen? Natuurlijk knoflook. 1 theelepel. Natuurlijk paprikapoeder. Eigenlijk is het allemaal precies hetzelfde als shawarma, hè? Als je dat zeg maar met vlees eet. Er gaat wat komijn, of best wel wat komijn in. Ik heb hier wat kaneelpoeder. Currypoeder. En we hebben natuurlijk een beetje pit nodig, hè? Cayennepeper. Dit gaat aan de kant. Dan mix ik dit door elkaar. Nou, en als je dat ruikt, ja, dat is gewoon... Dat ruikt naar shawarma. En je kan je voorstellen dat als je dat toevoegt aan die knolselderij, dat je dan knolselderij shawarma krijgt. Het is natuurlijk te veel, hè? Ik heb te veel gemaakt voor deze portie knolselderij. Maar als je dan toch maakt, maak dan meteen een voorraadje. De knolselderij meng ik dan op smaak met... Ik doe eerst maar eens even 1 eetlepel shawarma kruiden. Er gaat wat olijfolie overheen. En nog een beetje zout. En dan meng je dit en marineer je dit. En dan is het helemaal klaar om zo direct à la minute te gaan roerbakken. Knolselderij heeft echt weinig tijd nodig. Het is een kwestie van zo direct in een hele hete pan met een beetje olijfolie roerbakken. En dan kun je het daarna direct eten. Kijk, het krijgt al heel mooi kleur. Laat je niet verleiden om heel veel shawarma kruiden toe te voegen, want er zit cayennepeper in. En dat is echt heel pittig. Ja, jongens, als je dit ruikt... Dit is gewoon niet van vlees te onderscheiden. Echt niet. En met die shawarma kruiden kun je nog zoveel andere dingen lekker op smaak brengen. Zoals bijvoorbeeld kikkererwten. En wat krijg je dan? Kikkererwten borrelnootjes. Klein beetje olijfolie eroverheen. Ik heb de oven op 200 graden. Dan meng je dus wat van die shawarma kruiden erdoorheen. Dan hebben ze een heel mooi glimlaagje. En een heel lekker pittig shawarma smaakje. Kikkererwtenborrelnootjes. Maar we gaan door met de knolselderij shawarma. Dit is aan het marineren. Wat hebben we nog meer nodig? Want dat ga ik à la minuut bakken. Een heerlijke kruidenyoghurt. Griekse yoghurt zit hier alvast in. Ik doe er altijd een klein beetje olijfolie doorheen. Gewoon lekker. Zet wat zout en peper in. Nou, en ik vind bij shawarma, er hoort gewoon knoflook door de saus. Lekkere verse knoflook. En die moet voor mij ook mooi
fijn gehakt zijn of geperst. Ik smash hem zo hard dat hij al bijna helemaal fijn is. Als je echt zo'n hele fijne knoflook wil hebben. Wat ik dan doe is dus met mijn mes pletten. En ik doe er ook een beetje zout op. Dan kun je hem heel mooi tot een soort van pureetje maken. Dan maak je het jezelf echt super makkelijk. Dus je strijkt met je mes een beetje erlangs door dat zout. Als je dat een paar keer doet, dan zal je zien dat het verandert in een pureetje. Ja, die knoflook die wordt helemaal, die smelt eigenlijk gewoon onder je mes door het zout. Zodat je dat hebt toegevoegd en doordat je het dan plet. Nou, en dan missen we alleen nog de kruiden. Platte peterselie, verse platte peterselie. Zo lekker. Even een stapeltje van maken. Je mes er doorheen. En dan mooi fijn snijden. Ja, en die frisse yoghurt, je kan je voorstellen dat dat echt heel erg lekker is in dat broodje. Omdat die shawarma zo pittig is. Dus het heeft een beetje een frisse tegenhanger nodig. Nou, en daar zorgt die kruidenyoghurt voor. Peterselie erbij. Even mengen. Proeven. Heel erg lekker. Missen we nog wat garnituur? En dat is gewoon lekker hè, in zo'n broodje. Deze mogen alvast eventjes in de oven. Om daar ook wat ijsbergsla en wat rode ui in te doen. Dat maakt hem helemaal compleet. Die broodjes hebben maar heel korte tijd nodig in de oven. Maar het is wel lekker als ze warm zijn. Zorg dat je pan goed heet is. Om de knolselt uit te bakken. Olijfolie erin. En dan mag je meteen gaan bakken. En doe dat in porties. Kijk, ik heb een hele grote pan hier, dus ik kan hem mooi verdelen over de bodem. Maar toch gooi ik niet die hele berg in één keer erin. Want wat je wil is dat het echt lekker krokant bakt en niet dat het gaat sudderen of gaat koken. Hè. Het moet toch een beetje kijken of je het een beetje crispy kan krijgen. En dat is natuurlijk toch altijd anders met groenten dan met vlees. Maar je bent echt verbaasd over hoe lekker dit is en hoe je geen vlees gaat missen. Wat komt er nog bij? Een rood uitje en een beetje ijsbergsla. Kan je gewoon heel erg leuk op tafel zetten dat mensen hun eigen shawarma broodje straks gaan samenstellen. De rode ui snijd ik in halve ringen. Kun je gewoon met het mes doen. Maar ik ben altijd heel erg gek op mijn mandoline. Omdat ik daar zo heel mooi hele dunne ja, halve ringetjes mee kan snijden. En dat is gewoon lekker als je niet van die dikke uien in je broodje hebt. Maar dat het een beetje mooi fijn gesneden is. Kijk, dan kan je dat zo leuk op een bordje neerleggen. Dan kan iedereen daarvan pakken. Het is zo lekker. De ijsbergsla, die gaat één keer door midden en dan nog een keer door midden. En dan kan ik die ook heel mooi dun snijden. Dat doe ik gewoon met mijn mes. Nou, die leggen we ernaast. Ik heb niet een heel groot bordje uitgekozen, maar je snapt het idee. Kijk hoe het hiermee is. Ja. Dat is helemaal goed. Kijk eens, dit is precies wat ik wil. En bijna gewoon zo krokant gebakken. De andere helft doe ik de ongebakken knolselderij. Schuif ik die echt helemaal aan de kant. En nogmaals, als je een kleine pan hebt, dan doe dat dan in porties. En keep er dan even wat je gebakken hebt op een bord. En bak dan de rest. Maar je ziet die shawarma, die knolselderij, als je die roer bakt, is echt zo met een paar minuutjes klaar. Broodjes, die zijn ook klaar. Lekker warm. Nou, dan moeten we daar natuurlijk envelopjes van maken. Je snijdt ze in. Kijk, dan heb je zo'n heel mooi holletje waar je straks die heerlijke shawarma in kan stoppen en de kruidenyoghurt. Goed, als je een zo'n envelopje hebt, dan begin je met zo'n hele lekkere klodder kruidenyoghurt. Waarom? Dan is het heel mooi verdeeld over het hele broodje. En dan weet je zeker dat elke hap lekker is. Dan doe ik ook alvast een klein beetje onderin wat sla en wat ui. Zou je nou alleen maar aan de bovenkant sla en ui doen, dan staat dat misschien wel leuk. Maar ja, je wilt natuurlijk dat het lekker is tot en met de laatste hap. Nu de knolselderijshawarma erin. Een beetje erin duwen. Dat je er flink veel in krijgt. Dit ziet er zo smakelijk uit, toch? Een lekker kloddertje. Het is zo grappig, want ik heb drie zonen, puberzonen.
En die zijn eigenlijk ontzettende vleeseters. Maar die vinden dit lekker. Zo zie je dat je met groenten echt alle kanten op kan. Heerlijke knolselderijshawarma.